Hi, ga je wat vertellen over krachten? Krachten, daar is van alles over te zeggen, er is veel onduidelijkheid over, omdat mensen er vaak verschillende dingen mee bedoelen. In de natuurkunde hebben we duidelijke betekenissen en die moet je leren om in elk geval bij natuurkunde te gebruiken en misschien af en toe ook nog wel eens daarnaast. Een kracht, dan hebben we het over een actie waarbij de beweging verandert. Als op een voorwerp een kracht werkt, dan verandert de beweging. Als ik bijvoorbeeld kijk naar zo'n sponsje en ik oefen daar een kracht op uit van anderen, dan gaat die bewegen. Nou, een ander ding wat gebeurt, en dat zie je niet zo goed met zo'n kleine kracht, maar als ik een wat grotere kracht uitoefen, is dat het vervormt. Dus het zijn twee dingen. Als er op een voorwerp een kracht werkt, dan verandert de beweging, komt in beweging, komt tot stilstand, de richting verandert, allerlei mogelijkheden, maar er verandert iets aan die beweging. Of er verandert iets aan de vorm. Nou, wat betreft veranderen van de vorm zijn er nog twee verschillende soorten. Je hebt plastische vervorming en elastische vervorming. Zo'n sponsje dat vervormt elastisch. Als ik erop druk, dan heeft het een andere vorm. En als ik hem weer loslaat, dan krijgt het zijn oude vorm weer terug. Dat heet elastisch, net als elastiek. Plastisch, dat is anders. Dat is meer zoals klei. Als je daarop drukt, verandert de vorm. Als je hem weer loslaat, dan blijft die in die veranderde vorm staan. Dus dat is twee verschillende dingen, plastisch en elastisch. Dus om te herhalen, als je een kracht hebt, dan heb je de verandering van de beweging en een verandering van de vorm. Nou, als er meerdere krachten zijn, dan kan het zijn dat die samenwerken, dat die op een of andere manier, als die elkaar precies tegenwerken, kan het zijn dat er helemaal niks verandert aan de beweging. Dat kun je bijvoorbeeld zien als ik zo'n ding vasthouden, heb je zwaartekracht die hem omlaag trekt, mijn hand die hem weer omhoog drukt en samen blijft het ding mooi hangen, omdat ik hem daar vasthoud. Dus als je geen verandering van de beweging hebt, betekent het niet dat er geen krachten zijn. Het kan ook zijn dat ze elkaar opheffen. Ten slotte over krachten, wat dit betreft, alle krachten, behalve een paar uitzonderingen, daarvoor geldt om een kracht uit te oefenen. Moet je het voorwerp aanraken. Als ik het sponsje op tafel heb liggen, dan kan ik niet van afstand daar een kracht op uitoefenen. Om een kracht op uit te oefenen, moet ik hem aanraken. Op het moment dat ik hem niet meer aanraak, dan is de kracht ook weg. Dus als ik het sponsje weggooi, terwijl ik aan het gooien ben, oefen ik daar een kracht op uit. Maar zo gauw als hij los is van mijn hand, is de kracht ook weg. Hij vliegt natuurlijk wel verder, hij heeft wel snelheid en zo, maar de kracht is weg. Die is er alleen maar zolang er contact is. Geldt voor alle soorten krachten, behalve een paar, en de belangrijkste uitzondering, die gebruiken we vaak, dat is de zwaartekracht. De zwaartekracht werkt wel op afstand. Dus de aarde die trekt aan, nou ja, alle voorwerpen, waaronder dus ook zo'n sponsje, ook als er geen contact is. Dus de aarde trekt aan het sponsje, ook al raakt hij het sponsje niet aan. Dat is het even voor wat betreft de introductie. We gaan straks meer hebben over wat krachten nou precies betekenen en hoe je ermee kunt werken. Maar dit is het voor wat betreft wat nou eigenlijk een kracht is.